Maar dat is een experiment. En daar gaan we denk ik olie van maken van deze plant. Zie, dus dan dompelen we het in alcohol. Goed, eerst drogen, dan dompelen in alcohol, dat het onder de alcohol staat. En dat laten we dan verdampen in een, gooien we dat door een koffiefilter. En die vloeistof laten we dan verdampen in een rijstkoker. En wat we dan overhouden, doen we in een klein steelpannetje. Dat zetten we op een koffiezetapparaat. Dat moet niet heter dan 70, 80 graden worden, anders gaat het een soort stopverf worden. En als we bijvoorbeeld 10 gram olie hebben, dan vermeng ik dat met 40 gram olijfolie. En dan druppelen we dat op medicinale basis. Bijvoorbeeld mijn vrouw Kiki, die heeft last van de knieën. Die kan midden in de nacht wordt ze wakker van de pijn en die neemt die olie en... De pijn is praktisch weg en ze kan uitstekend slapen. En een vriend van mij heeft een pijnsyndroom al 30 jaar. Die gebruikt die olie en hoeft geen pijnstillers meer te nemen en geen maagbeschermers. En is nog nooit zo goed van zijn pijn af geweest.